Hey, Carolien hier, ik ben jullie host van vandaag vanuit werkgroep Circulair. En met dus Katja en waar zit je? René natuurlijk, onze mevrouw de voorzitter. We hebben de kennissessies in het leven geroepen en we proberen daarmee ook een brug te slaan naar andere werkgroepen. En soms zijn ze, iedereen loopt nu binnen. Soms zijn ze exclusief voor GBCU-leden, maar dit is een open sessie. En we hebben zowaar een man in de zaal, Johan, van harte welkom. We dachten al even, de natuur is echt een vrouwending. Zo waar, zegt ze ook nog. Ja, nee, ik weet dat jij ook echt een man van de natuur bent. Oh, ik ken wel welkom. Ik ken wel de gevleugelde uitspraak, zo waar helpen God mij almachtig. Ja. Hey, we gaan lekker zo snel aan de slag. We hebben drie prachtige mooie natuuritems en vanuit drie prachtige locaties die worden geïntroduceerd. En dan geeft Saskia daar feedback op. Ik kom zo bij Saskia. Als je vragen hebt, stel ze via de chat. Iedere keer als er een intro geweest is en Saskia heeft dat toegelicht, pikken we er een paar vragen uit. Maar heb je tips en suggesties? Want zeker ook bij de laatste sessie, als het gaat over de Leidse Veertunnel, hoe we die groen en levendig kunnen krijgen, dan geef ook vooral je suggesties. Dus de werkgroep Levendig is daar heel blij mee. Dus de chat is het belangrijkste communicatiekanaal. We zitten gewoon met veel mensen. En daarna zit, als je elkaar nog even wil blijven spreken, blijf gerust hangen of vragen voor Saskia of degene die de introducties gedaan heeft. En dan wou ik eigenlijk hiermee van start gaan met de introductie van Saskia. Saskia, ja, gisteren bij mijn moeder, toch nog even van biomimicry, biowaters. Wat is het ook alweer? Jij bent er al meer dan 10 jaar mee bezig en... Nou, ik heb inmiddels ook met jou best wat ervaring erover opgedaan, maar toch nog even voor om het straks uit te kunnen leggen aan je collega's. Biomimicry. En wat is het nou? Ja, nou ik denk heel kort in de kern is het leren van de natuur om allerlei... menselijke problemen of problemen in onze maatschappij op te kunnen lossen. Of uitdaging moet ik eigenlijk zeggen. En de kerngedachte is dat wij als mens zijn natuurlijk ook natuur. We zijn ook een soort en een hele jonge soort op deze planeet. Die ook nog niet zo heel goed aangepast is in mijn ogen. En er zijn miljoenen andere organismen die al in de loop van de evolutie hebben eigenlijk uitgevogeld wat nou goed op deze planeet werkt en wat niet goed werkt. En daar zitten allerlei mooie lessen in besloten die je zowel op meer in de technologie kunt toepassen, maar ook in allerlei sociale of organisatiekundige vraagstukken. Dus het woord komt van bios. We kennen natuurlijk allemaal uit de biologie van het leven. En mimesis is een Grieks woord, zoiets als nabootsen, kopiëren. Dus het is de onderliggende principes uit de natuur vertalen, zodat wij mensen meer duurzame oplossingen kunnen creëren voor op zowel product, proces of systeemniveau. Kijk. En je hebt die transitie zelf gemaakt van Shell zelfs, groot in het nieuws. Dus ja, wat dat betreft, echt natuurlijk reuze benieuwd naar jouw ervaringen daarin. Stationsgebied, aan de ene kant moet je misschien denken aan heel veel stenen. Ook als je het Jaarbeursplein ziet, er staan inmiddels wel een paar bomen. Er is toch best wel wat natuur te vinden. En Sas, jij deelt de presentatie, hè? Ja. Onder andere bij Movaris, ProRail en water is natuurlijk een van de belangrijkste ingrediënten van de natuur. En dat hebben we gelukkig heel veel in Utrecht en steeds meer. Dus laten we eigenlijk gelijk doorgaan. René, je bent als eerste over jullie vleermuizen. Sas, kun je hem eentje verder doen? Ja. Ik heb geen vleermuizen. Je bij je op het dak, ja. We zien ze hier en aan de rechterkant zelfs een filmpje. Ben jij dat, René? Nee, dat is onze stadsimker. Dat is wel een Movaar, die werkt wel bij ons. En omdat ik gewoon wilde dat mensen binnen Movares
er een aandeel in hadden, hè, om het beter te laten landen en te adopteren. Dat maakt het leuker. Dus ik heb eerst gezocht of dat wij intern imkers hadden. Nou, deze meneer die doet dat thuis ook voor zichzelf, als hobby. En die wilde dat graag doen voor Movares. Dus vandaar dat wij dat gedaan hebben. En wij dachten van, nou ja, weet je, de bij is bedreigd. En of het dan een honingbij is of een wilde bij of wat voor bij dan ook. Een bij is een draagt bij, dachten wij. En nou ja, we hadden zoiets van, nou ja, we hebben dat sedumdak en dat sedumdak dat bloeit. Dus dan kunnen bijen best wel wat vinden. We hebben in de Knipstraat ook nog wel aardig wat begroeiing. We zitten tegen het spoor aan, daar is ook veel begroeiing. We hebben de stadstuin van Movares achter het pand. Dus er is voedsel zat voor de bijen, dachten wij. En nou, ja, wij vonden het een leuk idee om onze bijdrage te leveren in deze betonstad, zou ik maar zeggen. Hartstikke tof. Ja, mooi. Dus zal ik hem vanaf hier overpakken, Carolien? Ik hoor nou helemaal niemand meer. Nee. Okay. René, voor straks misschien even nog hoe jullie medewerkers erop reageren. Of misschien wel de omgeving. Ja. Moet ik dat nu vertellen? Ja. Of voor het zometeen? Ja. Nee, dat is prima. Ja, want ik heb inderdaad voor alle drie die vraagstukken ook wel iets voorbereid. En nou ja, ik denk dat veel mensen, steeds meer mensen wel doordrongen zijn van het nut en belang en ook eigenlijk de noodzaak van bijen. Want al die verschillende soorten bijen, die zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de bestuiving van ongeveer een derde van het voedsel wat wij uiteindelijk nuttigen. Dus er, beroemde biologen als I.O. Wilson hebben ook al gezegd van, nou ja, zonder de bijen is er ook een grote kans dat wij als mens uit zouden sterven. Dus we zijn daar echt onlosmakelijk mee verbonden. En dan weet ik niet of die urgentie al zo is doorgedrongen. Maar ze zijn dus super belangrijk en nuttig. En iedereen die iets bijdraagt aan het verbeteren van de leefomgeving van bijen. En dan niet alleen de honingbijen, maar al die andere soorten die daar ook zijn. Ook de solitaire bijen. Kan daaraan bijdragen. Nou is er ook van alles te leren van bijen. En deze man, dit is een onderzoeker, die kan dat heel mooi samenvatten. Dus ik laat hem even aan het woord. So a bee that dances inside the nest, let's say she goes out to find a good food source. She'll find that flower and if it's rewarding enough, she'll come back and she'll do this dance. It almost looks like a figure eight of a bee dancing back and forth and then waggling her butt, if you will, her abdomen. And that waggling is key because the angle at which she's waggling and the duration of time she spends doing it actually tells bees where to go to find food. They can tell each other where to go, how far away to fly, and what distance to go to actually find the food source. Basically, the longer she spends shaking or waggling, the further away the food source is. So another amazing part of this communication system, which hasn't been studied as clearly, is the fact that bees can actually use sound in some ways. They can generate sounds during the waggle dance. Ja, en los, ik breek heel even in, los van wat hij nu gaat zeggen. Je ziet ook dat die bij, die hier zo aan het waggelen is, die zit dus, heeft nog al die, dat stuifmeel, of de pollen of de nectar, die neemt hij mee. Dus hij communiceert wat, hoe ver de voedselbron is, maar neemt ook wat mee, zodat de andere bijen ervan kunnen proeven. Om te laten merken hoe goed de voedingsbron is. Dus het is dansen, het is bewegen, het is geluid maken en het is laten proeven. Dus nog een extra zintuig wat hij in de strijd gooit om te communiceren. But the primary way that they use sound is they sense through vibrations. So they're not hearing the way that we hear, but they can feel these vibrations. We discovered some time ago that bees can use this vibrational signal called the stop signal. And what happens is that a bee will go up to another bee, let's say I'm another bee dancing, and she will butt her head against that dancer and cause that dancer to momentarily freeze. So people had known that for a long time, but what we found is that it actually inhibits her dancing. Now, why would bees do this?
It turns out that if something dangerous is at the food source, let's say they've been attacked by a spider or a wasp, essentially she should stop dancing, stop trying to tell her nestmates to go somewhere that's bad. Ja, ik vind het zo ingenieus hoe die bijen op die manier dus werken, communiceren en echt gebruik maken van de collectieve wijsheid. Het overbrengen naar andere bijen. Ze gebruiken deze manier ook om een nieuwe locatie voor een nieuwe mogelijke bijenkorf. Als ze uit hun oude groeien, om de beste locatie met elkaar te delen. Want dan sturen ze scouts die ook weer zo'n waggle dance doen. En dat kan tot echt over een kilometer of over een paar kilometer afstand kunnen ze dat met elkaar communiceren. En als uiteindelijk 15% van de bijen het eens is met dit is inderdaad een goede plek om ons te vestigen, dan gaat ook de hele groep. Dus het is ook een soort democratische besluitvorming. Nou heeft dit heel erg geïnspireerd. Het hele mechanisme is beschreven in het boek Honey Bee Democracy. En dat inspireerde weer Catherine Collins, een investor. Zij is een impact investor, dus echt financiële investeringen. Haar bedrijf heet Honey Bee Capital. En dat is helemaal gebaseerd op hoe bijen dus samenwerken, maar ook dus zelf beslissingen nemen. En een prachtig boek ook om te lezen. En daaruit gedestilleerd, ik dacht van het is toch ook leuk om even te delen. Wat zijn dan nou de belangrijkste kenmerken voor goede besluitvorming? Want dat is natuurlijk iets waar wij allemaal ook baat bij kunnen hebben. Nou, al die bijen gaan de wereld in om gegevens te verzamelen. Dus als ze een belangrijk besluit moeten nemen, gaan ze niet in een vergaderruimte zitten en powerpoints maken. Maar ze verlaten de korf om echt naar buiten te gaan en te zien wat er in een omgeving is. Ze komen dan weer bij elkaar en delen dat actief en objectief, die informatie. Dus er zijn geen bijenspindokters, geen bijenfluisteraars. Ze komen terug naar die korf en delen wat ze geleerd hebben met alles en iedereen, openlijk, direct en objectief. En ze herhalen dat totdat de informatie helemaal compleet en overtuigend is. En tot slot, ze hebben een heel duidelijk gedeeld gemeenschappelijk waardesysteem. Ze weten allemaal wat de beste bijenkastlocatie is. En dat zijn criteria waarop die beslissingen zijn gebaseerd. Dus er zijn geen verborgen agenda's, geen politieke motieven. En die bijen die willen gewoon het beste antwoord. En als ze het superheet hebben... Oh ja, nog iets. Als bijen, ze hebben ongeveer 8 kilo aan nectar nodig om 1 kilo was te produceren. Dus dat is eigenlijk heel veel. En vandaar dat ze... de meest efficiënte manier van bouwen hebben gevonden. En dat is in die honingraadstructuur. En dat zie je op heel veel plekken terug in de wereld. In gebouwen, karton, weet je, om het sterk en toch licht gewicht te maken met zo min mogelijk materiaalverbruik. Dus van de natuur kun je ook heel goed leren hoe je efficiënt met resources om kan gaan. En als het zo warm is, zijn die bijen ook in staat, brengen ze water mee naar het nest of de bijenkorf. En gaan dan heel hard trillen, zodat al het wordt opgehaald door de oudere bijen. Die geven dat over aan de jongere bijen. En die gaan dan heel hard, zeg maar, dat ventileren naar binnen toe, zodat die korf gekoeld wordt. Ik dacht van, nou, misschien is er ook nog wel iets met wat water te combineren en die bijen. Maar daarover dan later meer. Oké, nou dankjewel voor deze toelichting op de bij. Nou, Teerza, dit lijkt me wel een nieuwe manier om de participantenvergadering te leiden, of niet? Ja. Is goed. Ik zal jullie heel democratisch aanpakken. Ja, de bijen democratie doen. Ja, ja. René, voor jou in ieder geval 2 vragen. 1, kan iedereen op het stukje van het dak? En ja, ik was ook wel gewoon benieuwd van hoe reageren medewerkers nu op de Movaris bijen? Ja, nou, antwoord op de eerste vraag is niet iedereen kan op het dak. Maar ze kunnen achter glas kunnen ze het zien. Daar zit namelijk een gang voor. En dat is 1 glazen wand. Dus ze kunnen alles volgen bij de bijen. En we maken iedere keer van die filmpjes voor onze medewerkers om ze deelgenoten te laten maken van het gebeuren daar op dat dak. Was iedereen het ermee eens? Zeker niet, want wij werken in een democratische organisatie. Dus iedereen mag zeggen wat hij daarvan vindt.
En er waren collega's die echt zoiets hadden van, nou ja, je bent bezopen René, wat ben je nu weer aan het doen? Dit slaat echt helemaal nergens op, want jij met je honingbijen, je had wilde bijen moeten hebben. Dus ja, maar daar ga ik ook korfjes voor maken, of in ieder geval bijenkastjes voor maken. Zeg maar, in principe maakt het volgens mij niet uit als je maar een bij helpt. En hoe je dat dan doet, of het nou een wilde is of een honing of weet ik veel wat. Dan denk ik, je moet ergens beginnen. En een honingbij, die spreekt wel heel erg tot de verbeelding. Want daar kan ik ook leuk die medewerker laten profiteren zometeen van een potje honing. Gemaakt bij de Movaris honingbijen. Ik moet zeggen, ik heb weerstand gehad, maar wel heel veel medestanden. Heel goed. Misschien heb je nog wat extra munitie gekregen bij de directie voor de besluitvorming over dat ze wat vaker naar de bijen moeten gaan kijken. Nou ja, de munitie heb ik wel gekregen. Hè? En dat het ook dat je ook eens ergens het gewoon leuk moet vinden. Ja. En dat je niet alles tot in de finesse altijd geregeld kan hebben. Hè? Maar dat je ergens een stip op de horizon hebt en ergens moet beginnen. Oké, heel goed. Heel goed. Hey, dan door naar de vleermuizen. Ja. De vleermuizen. Eens even kijken. Oh. Als het goed is, gaat hij door naar de YouTube. Ja. Kijk, okay, jullie vleermuizen. Ja, zal ik. Oh. Eerst maar even. Ja, het is een beetje lastig te zien, hè? Ze zijn maar goed te horen. Ja. Er zijn er echt veel. Ik hoop dat Saskia daar zoiets over gaat vertellen. Misschien over dat klappergeluid dat je hoort. Ik zal in de tussentijd even wat vertellen. Ik heb me natuurlijk een heel klein beetje verdiept in de pipistrellus pipistrellus. Weet ik inmiddels. Oftewel de gewone dwergvleermuis. Iets makkelijker. En ProRail, het hoofdkantoor van ProRail is gehuisvest in de Inktpot. De meeste van jullie zullen dat pand kennen. Grootste bakstenen kantoor van Nederland. Bestaand uit ongeveer 22 miljoen bakstenen. Dat is een Chromebook. Help. Ga je gang. Sorry, hij ging door naar het filmpje. Oké. De schatting is dat er ongeveer zo'n 500 tot 5000 vleermuizen in ons pand met name overwinteren. En dat heeft te maken met de vele openingen, zeg maar, en spouwmuren die het pand kent. En vleermuizen gedijen heel goed bij een constante, wat lage temperatuur. Die met name in de winter inderdaad in de inktpot gehaald wordt. Zo rond de 0 graden, zeg maar. Want dan zijn ze inactief en dan hoeven ze geen eten te zoeken. En kan ik er nog meer over vertellen? We hebben natuurlijk in het pand wel eens een verdwaalde vleermuis. Dat is op zich iedereen gewend. Hè? Iedereen die bij ProRail werkt, weet ook dat we dat pand delen met al die vleermuizen. En dat zijn met meer zijn. Maar het gebeurt wel eens dat er eentje wat verdwaald is en dan overdag door de gang vliegt. En dat vinden mensen of heel interessant of ze beginnen heel hard te gillen. Want je schrikt er ook wel van. Het fladdert natuurlijk alle kanten op. En we hebben intern ook een protocol, zeg maar, met de do's en don'ts. Wat als je een vleermuis tegenkomt. Ga ze niet zelf proberen te pakken en dat soort dingen. Dan komt er iemand vanuit facilitaire zaken. En die neemt ze mee. Die zorgt dat ze even kunnen kalmeren. Geef ze letterlijk even wat water als dat nodig is. En dan worden ze gewoon weer buiten gezet. En dan vinden ze hun weg weer. Dus in 's winters zijn wij. Hoeveel mensen zullen er in de inktpot zitten? Ik denk dan zo'n beetje dat de pre-coronatijd zo'n beetje 2.500 medewerkers. En dan in de winter dus nog eens een paar duizend pipistrellus vleermuizen. Dat is wat ik ervan weet en waarom zij ons pand hebben uitgekozen om te verblijven. En in de zomer zitten ze dus ergens anders. Ja. Wat een ontzettend leuke toelichting, Katja. En wat een verrijking van het facilitaire vak, de vleermuisreanimatie. Echt, hè? Ja. 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 Kom je nergens anders tegen.
Heel goed, heel goed. Ja. Saskia, de vleermuis, wat kunnen ze, hoe dragen ze bij een stationsgebied en wat kunnen we ervan leren? Vleermuizen zijn. Oh, heb ik dit. Ik krijg jou nou even niet meer weg uit mijn beeld. Maar goed, dat is dan ook niet zo erg, denk ik. Hè? Vleermuizen, ik denk inderdaad dat een hoop mensen ze best wel eng vinden. Maar wereldwijd heb je iets van 1300 verschillende vleermuizen. En ze zijn heel erg nuttig in het bestrijden van overlast aan insecten. Want dat eten ze vooral. Je hebt ook, tenminste sommige soorten. En je kunt ze eigenlijk opsplitsen in ofwel eten ze insecten ofwel fruit. En degenen die fruit eten, die verspreiden dus ook weer heel veel zaden van allemaal mango's en bananen en ander fruit. En ook hun poep is een hele waardevolle meststof. Dus het zijn wat dat betreft ook echt kruisbestuivers, net zoals bijen. Maar wat ook super interessant is, is dat de oude Egyptenaren, die hingen wel eens vleermuizen boven de deuropening, omdat ze geloofden dat die de kracht hadden om ziektes af te weren. En meestal zien we juist vleermuizen, helemaal in coronatijd, als degene die virussen verspreiden. En het klopt dat vleermuizen dragers zijn van heel veel virussen, maar ze worden er zelf nauwelijks ziek van. En dat is natuurlijk heel interessant. Ze hebben een super immuunsysteem, waarbij ze een tweevoudige strategie gebruiken. En aan de ene kant produceert hun lichaam een hele sterke antivirale reactie. Maar het onderdrukt tegelijkertijd ook ontstekingen. Dus ook in de medische wereld wordt heel erg veel onderzoek gedaan naar wat zouden we daarvan kunnen. Zodat we ook zelf beter daar wat aan kunnen hebben. En waar ze ook achter zijn gekomen is dat vleermuizen sneller virussen overdragen op anderen als ze zelf last van stress hebben. En die stress die komt als er steeds minder leefgebied ontstaan ook. Dus ook als we met elkaar die leefgebieden, zoals zo'n inktpot of nog andere plekken waar ze happy zijn, zich kunnen vestigen, hebben we ook veel minder kans om weer van die enorme pandemieën te krijgen. Dus ook in gewoon de plaag. Bestrijding wereldwijd spelen, is het belangrijk dat wij ook de vleermuizen een goede levensplek geven. Nou, verder zijn er natuurlijk ook weer wat innovaties al geweest op het gebied van vleermuizen. Er is een biggenwarmer ontwikkeld door te leren van de bruine vetcellen die vleermuizen hebben. En die hebben wij mensen ook, dat noemen we ook wel eens babyvet. Mensen daar raken het op een gegeven moment kwijt. En vleermuizen hebben dat, zodat ze aan het eind van hun winterslaap in hele korte tijd weer van zeg maar 2 graden, die koude temperatuur waar ze van houden, ook weer heel snel naar 37 graden kunnen komen. Want het zijn uiteindelijk wel gewoon zoogdieren. En dus bruin vet is een soort ingebouwd kacheltje. En jonge varkentjes, biggetjes, die hebben dat niet. En ze hebben dat wel nodig om hun hersenen te verwarmen. Terwijl ze nog voor de eerste keer moeten gaan drinken bij hun moeder. En heel veel, er is best wel grote biggensterfte. Dus dit bigge bodywarmertje, dat brengt heel lokaal warmte naar de plek die ze nodig hebben, geïnspireerd door het bruine vet van in dit geval van egels en vleermuizen. Maar we leren eigenlijk al veel langer van vleermuizen. Chemicals all around us already. Radar was invented by looking at how organisms like bats put out a sound and then they're able to almost see by reading those echoes. If you go through an airport and you go through one of those millimeter scanners, that's based on a bat called the Brazilian free-tailed bat. It's so precise that it allows this acoustic camera to see through clothing. Ja, dus dit is ook een beetje een antwoord op dat geklik wat je hoorde. Ze produceren dus zelf zeg maar geluid, of zodat je die echolocatie, zodat ze weten waar ze wel en niet moeten zijn. En daarop geïnspireerd zijn ook alweer zeg maar wandelstokken voor blinden ontwikkeld. Zodat ze niet zelf alles hoeven te voelen, maar dan loop je er alleen maar mee rond. En die werkt dus hetzelfde als een vleermuis. Die de echolocatie wordt opgevangen met een elektrisch signaal in die stok. Zodat
de blinde gewoon heel makkelijk overal rond kan lopen. En daar zijn ook echt prachtige filmpjes van. Maar dat werd een beetje too much om dat ook nog te laten zien nu. Oh ja, en er is een hele mooie website, Ask Nature. AskNature.org. En ik heb even alleen maar bats ingevuld. En dan zie je dus allerlei biologische strategieën. Ik heb er over dat immuunsysteem iets uitgehaald. Je ziet hier vast ook ergens iets van de echolocatie. Maar er zijn er dus nog veel meer. Zoals hoe ze zich kunnen hechten aan hele gladde oppervlakten. Van alles en nog wat is er te vinden, te leren van vleermuizen. Nou ja, en dat geldt natuurlijk ook voor de bijen. Had ik zo'nzelfde plaatje kunnen maken. Dus dat voor de vleermuizen. Dankjewel, Saskia. Wat ik er in ieder geval uit begrijp, is als je volgende keer, als je een innovatievraag hebt, dat je een vleermuis aan tafel moet zetten. Want die heeft zoveel ingenieuze dingen. Als ik in de chat, was ook erg levendig, onder andere over hoe de medewerkers van ProRail er tegenaan kijken, over het algemeen positief, begrijp ik. Het is eigenlijk ook een soort van gegeven voor ons, hè? Dus ik bedoel, het is helemaal niet een vraag, ik bedoel, die beesten die bepalen zelf natuurlijk of ze daar komen of niet, en iedereen weet dat we ze niet gaan bestrijden of zo, dus het is gewoon wat het is, dus het zijn gewoon onze medebewoners. Ja, ja. En er is ook inderdaad nog een vraag over in het gebouw rekening gehouden. Spouwmuren. Ja, ik weet dat bij de Knoop hebben speciale vleermuisgaten in de nieuwbouw gemaakt. Dus, maar jullie hebben, en ik zie René had ook nog een toevoeging. Dat de woningbouw ook in de spouwmuren. En ze zijn natuurlijk en masse aan het isoleren in hun huis om de stookkosten te drukken. Ja. Dat houdt in dat al die spouwen dichtgespoten worden, want dat is hier ook gebeuren. Iedereen smeert zijn spouwgaatjes dicht en schuimt zijn muren vol. Is daar een alternatief voor? Want anders trekken ze weg, neem ik aan, want ze hebben geen spouwplaatsen meer. Ja, ja, ja. Nou, er zijn er ook veel die daarbij doodgaan. Je ziet, er zijn ook echt plaatjes, vond ik op internet, van dat ze helemaal onder van die piepschuim bolletjes zitten. Of van dat isolatiemateriaal. Ja, dus leggen er ook wel wat het loodje bij dat isoleren. Ja, ja, ja. Nou, als je er in ieder geval in geïnteresseerd bent, Utrecht heeft ook nog een echte vleermuisvereniging, BED 030. En dan kun je ook helpen met onderzoek. En ik zag ook die... de vraag van Esme, heeft één vleermuiskast plaatsen zin in bijvoorbeeld op ons dak? Ja. Vraag? Oh. Ja. Ja. Ik weet het niet, ik zou dan inderdaad naar zo'n vleermuisvereniging denk ik gaan. Er is ook, in Nederland heb je, hoe heet ze nou ook weer, Jiske nog wat. En die noemt zichzelf ook Bedweter, van BAT, Weter. Die is helemaal gepromoveerd op allemaal op de vleermuizen. Dus er zijn ongetwijfeld mensen die dat weten. Ja, ja. Maar goed, misschien wel leuk voor de vleermuizen van ProRail dat ze ook een keer bij de buren kunnen gluren, toch? Ja. Dat is misschien niet even moeten doen. Ik zal het ze doorgeven. Ja, ja, ja. Misschien even aan de bijen nog vragen hoe ik dat dan het beste wiggelend kan doen. Maar... Ja. Ja, heel goed. Ja, welk signaal, hè? Ja. Ja. Hey, en dan gaan we voorstellen om nu naar ons derde onderwerp te gaan. Water drinken uit de singles, kunnen we dat? Nou, dat was een teasende opmerking. Gelukkig hebben we steeds meer water in Utrecht, Catharijnensingel, helemaal doorgetrokken. En nu ook door naar de Leidse Veer. Werkgroep Levendig is daar druk mee bezig. Want die tunnels zijn natuurlijk een spannende plek in Utrecht, hè, Teerza. En ze hebben ook nog een bonusvraag naar deze vraag die Saskia ook voorbereid heeft. Want zij hebben jullie input nodig. Dus jullie mogen zometeen van harte uitgenodigd om mee los te gaan in de chat. Om te zorgen dat die tunnels gewoon helemaal blije plekken worden waar natuur en mens zich prettig voelen. Ja. Teerza. De singles en met name het Leidse Veer. Levendig. Onze voorzitter Angela zit er vandaag ook bij.
Dus als ik het mis, Angela, vul me gerust aan. Er zijn drie tunnels waar de werkgroep Levendig iets mee wilde doen dit jaar. De Daalse tunnel, Leidse Veertunnel, Zijperstein tunnel. En jullie kennen waarschijnlijk de tunnel die iedereen de tunnel met het water noemt. Caroline heeft een mooi filmpje van. En die is heel erg donker, maar er loopt wel water doorheen. Dus eigenlijk dachten wij, of nou ja, de werkgroep dacht, wat kunnen we daar dan leren van de natuur? En wat brengt het, allereerst natuurlijk, wat brengt het water dan de stad? Maar ook, wat brengt dan misschien zo'n donkere tunnel, hoe kan dat elkaar versterken? Dus wat kunnen we van de natuur leren om de tunnel te verfraaien en te verlichten? Ja. Ja, prachtig mooie vraag. En dat met dat licht is misschien is denk ik wat moeilijker. Maar wie weet, weet je, ik ben wel even een beetje gaan. Dus dit zijn inderdaad die vragen. Hè, wat voor experimenten je ook zou kunnen uitvoeren. Nou, dat is sowieso iets wat je van de natuur kan leren, is dat er continu geëxperimenteerd wordt. En wat werkt, blijft behouden. En wat niet werkt, ja, dat sterft ook weer uit. Dus dat is denk ik een hele gezonde manier om hiermee aan de slag te gaan. Als je kijkt naar de functie van water. In de natuur wordt water, geeft natuurlijk leven. Hè? En al het leven op aarde is aangepast aan water. Ofwel plekken waar je heel weinig water hebt en je dus moet bewaren. Of plekken waar er heel veel is en je moet het afvoeren. En dus als het gaat over veel water omgaan, dan gaat het echt over het vertragen, het vasthouden. Vasthouden en bewaren. Maar water wordt ook heel erg veel gezuiverd. Weet je, er zijn al die planten in water, in de moerasgebieden, die zorgen allemaal voor bepaalde zuiveringsactiviteiten. En een mooi voorbeeld daarvan is John Tultz, die maakt living machines. En je ziet hier zo, zie je een aantal voorbeelden van ofwel afvalwaterzuivering. Nou, ik weet, dit stukje water is geen afvalwater, maar het lijkt wel of er heel weinig leven in zit. En het kan wel zijn dat als je daar, en natuurlijk heb je daar wel ergens op een gegeven moment licht voor nodig om planten daarin te kunnen laten groeien. Maar stel als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen, dan hij werkt met wat ze noemen dan floating restorers. En soms zijn ze ook echt hele kleintjes in gewoon stukken water, ofwel daaronder of verderop in de grachten, die kunnen bijdragen aan het zuiveren van water, zodat we met elkaar misschien weer tot drinkbare rivieren en kanalen kunnen komen, zoals eigenlijk de grote droom van Lian Poa, haar levenswerk is. Want nog maar 4 generaties geleden waren de meeste rivieren op de wereld, daar kon je gewoon water uit drinken. En dus met behulp van die living machines kun je dat voor elkaar krijgen. Ik denk dat het makkelijker is voor plekken waar wel zonlicht kan komen. Maar wie weet zijn er ook wel manieren om toch nog water naar binnen te filteren. En een ander aspect wat ik heel interessant vond, waar ik aan moest denken, is eigenlijk het kunstwerk van Theresa van Dongen. En daar vertelt ze even zelf iets over. And before studying design, I studied biology. I'm presenting my graduation project. It's called Ambio. Ambio is a lamp that works on bioluminescent bacteria that are usually found on the skin of an octopus. We isolate the bacteria and we grow it and place it in an artificial seawater medium with the right nutrients and food. Once you give it one gentle push, it will swing for 20 minutes, and as long as it moves, it will emit light. You might know the phenomenon of these bacteria from the sea. Whenever a wave turns, oxygen is mixed with the waves, and these bacteria, they react to oxygen. Right now, the bacteria, they can survive for about 2 days in the lamp that they're in. But at the laboratory, we are researching in how to keep the population alive for a longer period of time. And right now, in the scientific setup that we have, they survived for 3 weeks. Of course, it will always stay a lamp that is more like an ambient lamp. But we are now in a time where we are all looking for different ways of doing things and different ways of energy and light. And I think this is a start of something, a way to think different.
And I'm not saying this is already a lamp to read a book by or anything, but maybe if it develops further, it can lead somewhere. Ja, en dat, dat develop further is, dit is ontwikkeld 7 jaar geleden. Ze heeft inmiddels ook op basis van andere bacteriën die ook uit gewoon Nederlands zoetwater komen, opstellingen gemaakt die constant kunnen blijven leven. En ik dacht ook van, nou, als het iets is wat zo beweegt, als er mensen doorheen lopen, fietsen, zou het cool zijn om een experiment te starten waarbij je dus doordat mensen daar doorheen bewegen, een combinatie met water en bacteriën, dat je daar wel constant iets van licht in kunt brengen. En ze heeft een verder werk ontwikkeld waarbij er nog meer te zien is. Dus dat is één gedachte die ik had. En als het nog even gaat over die waterzuivering. Dit is het hoofdkwartier van de Amerikaanse kustwacht in Washington D.C. En die hebben gekeken naar hoe bevers als bevers dammen bouwen. Verandert dat stukje ook in een soort van moerasachtig gebied. En dan krijg je dat cascade-effect. Dat water van boven naar beneden stroomt. En dat is ook bij dit gebouw zo, met die groene daken. Terwijl het naar beneden stroomt, wordt al het water gezuiverd, wordt het opgevangen en het kan weer hergebruikt worden om die groene daken water te geven. Ik dacht, hoe cool zou het zijn als dit in de toekomst, misschien ook in Utrecht, voor dat stationsgebied, je hebt er al water, je hebt die verspringende daken, om daar ook zoiets te gaan maken. En tot slot, toen ik hoorde over hoe kun je licht in duisternis brengen. Dit is een conceptontwerp van Michael Pollin, een Bimunky architect. Hij heeft een gebouw ontwikkeld waarbij die, gaan we even snel kijken of naar de website, waarbij die ook inspiratie heeft gehaald uit deze plantjes. Dit zijn plantjes in de woestijn die hun fotosynthese plek eigenlijk onder in de grond hebben zitten, omdat het anders verbrandt in de woestijn. Dus die kunnen licht kanaliseren onder de grond, om daar nog steeds fotosynthese te doen. En hij heeft dat gebruikt, dat mechanisme, in het center, in het midden van dit gebouw, om ook nog licht op de meest donkere plekken midden in dat gebouw te krijgen. Dus er zijn natuurlijk ook wel bepaalde vissen en planten die in de donkerste diepte van de oceaan leven, zonder direct toegang tot zonlicht. Dus ja, wellicht is daar ook nog het een en ander van te bedenken. Dus ja, dat zijn zo de eerste gedachten die ik bij het vraagstuk kreeg. Maar ik ben heel erg benieuwd ook naar wat jullie daarvan denken. Ik zou eigenlijk voor dit stuk eerst misschien een reactie van Teerza of Angela vanuit de werkgroep Levendig. Welke vraag roept dat verder bij jullie nog op? Of suggesties? En aan de andere ook in ieder geval om je suggesties via de chat te delen. Dan plukken we er een paar zo uit om in ieder geval die gedachten even toe te lichten. Dus heb jij een leuke reactie? Nou, het klinkt allemaal erg leuk. Lijkt me wel gaaf om mee te experimenteren. En dus het projectgroepje dat hiermee bezig is uitgedaagd om hier iets moois mee te verzinnen. Maar het lijkt me heel fijn om daar in ieder geval een beetje licht mee, op een natuurlijke manier mee te creëren. Ik vind het wel heel inspirerend in ieder geval. Ja. En mooi om te merken dat die ook aangesloten gaat worden aan de single. Dat volgens mij helpt dat ook al. Ja, zeker. Ja. Deze? Ja, nee, hetzelfde. Ja, ik vind het inspirerend. Ik denk wel dat je inderdaad de combinatie met beweging en water leuke dingen kan bedenken. Ja, ja, ja. Heeft iemand ook ervaring of ervaring met dit soort natuurlijke watersystemen of licht of... Breek gerust in hoor. Ja, René, jij noemde nog iets met waterfietsen en boten. Komt dan? Nee, ik bedoelde als je beweging nodig hebt om die vloeistof van die octopus door de single heen te krijgen. Nou, er is beweging zat in die single. Dus als je dat daar kan brengen, hè, er zijn boten en weet ik veel wat, dat water is constant in beweging. Ja. Dus dan zuivert het heel lang, dat bedoelde ik. Op die manier. Ja, ja. Ja. Ik heb zelf
Wat ik toch een leuke vond is, bij Artis hebben ze een deel van de gracht hebben ze gewoon zichtbaar gemaakt. Omdat wat er onder water zichtbaar is. Dat geeft ook wel meer betrokkenheid, in ieder geval bij mij, van een herkenbaarheid. Van, ze hadden letterlijk ook zelfs natuurlijk een omafiets in gestopt. Ik weet niet of jullie het nog kennen, maar ook het onderwaterleven van snoeken die gewoon in de grachten zitten. Ja, ja, het zijn denk ik toch hele mooie natuurlijke verrassingen die de stad biedt. Ja. Ja, nee, ik denk ook als je een combinatie kan maken van dat water ook licht geeft. Want er zijn gewoon heel veel bacteriën die elektriciteit produceren terwijl ze zichzelf voeden in dat water. En als je dat weer zou kunnen dus hergebruiken om zo'n tunnel te verlichten. Ja, dat is, dus zou fenomenaal zijn als dat zou lukken. Ja. Ik had één toegift, maar ik wist niet zo goed hoe lang ik hier allemaal over zou doen. Dat is ook iets over, dat gaat meer over hoe je energie zou kunnen opwekken in dat kanaal. Dus als jullie het leuk vinden, daar heb ik ook nog een heel kort filmpje van. Dan kunnen we daar ook nog even naar kijken. Ik weet niet of de plek er helemaal geschikt voor is, maar om je een idee te geven. Inspired by nature, we have made a turbine that uses the power of the vortex to create clean energy from rivers without harming the fish. We can do this because we only require a 1.5 meter height difference, making a low pressure turbine that is easy to install in every kind of river. The operation of the turbine is very simple. The water flows in, creates a vortex that then turns a specially designed rotor to extract the energy and turn it into electricity. Over the past years, we have proven the high efficiency of these turbines in the lab, tested their reliability in the rivers of Belgium, and we are now developing small 5 kilowatt turbines in rural areas of Chile to power Mapuche Indian communities. We also started to scale the turbine size to 15, 30 and 100 kilowatt to be able to build megawatt size cascades of turbines along the length of the canals, providing reliable energy to all the surrounding farmers and villages. Turbulent energy solutions are designed for a better world while having a positive economic, social and environmental impact. Ja, dus ik dacht misschien als je zoiets op een plek, als je een cascade kan hebben van anderhalve meter en je kan daar elektriciteit mee genereren, zodat je daar weer het licht van kan produceren om ook ter plekke dus licht in de duisternis te brengen. En die vortex, hè, die spiraalvorm, die zie je bijna op zoveel plekken terug in de natuur. Dus dat is echt een hele, ja, hele robuuste manier om dingen voor elkaar te krijgen. Ik denk dat thema's zoals inderdaad energie, dat is ook een thema wat bij de Green Business Club speelt. En aan de andere kant misschien ook de steeds warmer wordende stad. Ja, zijn denk ik ook wel twee thema's die super belangrijk zijn. Ja, werkgroep energietransitie. Van de GBCU. Even kijken, van René. Mieke, ja. Mieke is er niet, maar het lijkt mij een ideaal verhaal. Omdat daar ook gewoon zwaar op ingezet gaat worden om die stad energie neutraal te krijgen. Dat alles wat je voor handen hebt om dat te bereiken, dat de gemeente en de overheid daar ook gewoon gevoelig voor is. Dat je daar subsidiebronnen voor aanboort. Ja. Dit vergt natuurlijk wel wat investering altijd. Hè? Nou, daar het bedrijfsleven wat in Utrecht aan de Oude Gracht en aan de Singel zit, die hebben al zoveel over zich heen gehad de afgelopen tijd. Die zijn niet meer zo genegen om te investeren, vermoed ik maar zo. Ja. Dus je moet andere bronnen aan gaan boren. En dat kan als je hem gaat koppelen, denk ik. Ja. Ja, dan als je de stad ook gaat zien als een levend ecosysteem wat kan werken zoals de natuur. Ja. Daar is wel een heel mooi narratief ook over te maken, denk ik. Ja. Ja. En Mieke is wel aanwezig, dus misschien heeft Mieke een reactie. Ja, ik ben net ingeschakeld. Sorry, dus ik heb alleen dat laatste stuk meegekregen. Oh. Maar het lijkt me een heel interessant concept. Ik ben wel benieuwd, want ik ben al vaker met dit soort systemen in aanraking gekomen.
een discussiepunt daarbij is vaak ook de ecologie. Want als je water door een turbine brengt om elektriciteit op te wekken, wat doet dat met al het leven wat in het water zit? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ze starten in het filmpje om te zeggen dat het werkt zonder dat ze dus de vissen dwars zitten. Nee. Ik weet niet, ja. Zit er veel vissen in dat water daar? Ik denk het niet meer. Ja, we weten, ik heb ooit wel eens een uitzending van VisTV gezien op zondagochtend. Waren ze letterlijk in de Utrechtse grachten aan het vissen. Dus er zitten wel vissen. Ja. Ik weet niet of die door de bouwput zoals het daar is, of dat een heel aantrekkelijk gebied is. Ik denk op dit moment nog niet. Hè. Maar natuurlijk als wij willen drinken uit de singles, dan zullen er ook wel visjes in moeten zitten. Dus, Ja. Nou ja, ik heb het niet gecontroleerd. Ze zeggen zelf van dat het dus het ecologisch leven niet verstoort. Maar dan zouden we dat eens moeten testen, denk ik, hoe dat werkt. Maar in ieder geval, een soort achtbaan omlaag. Ja, het is een soort glijbaan. Ja. Ik weet ook niet of ze daar doorheen gaan, die vissen zelf. Ja. Nee, in ieder geval het concept is mooi. En ik denk dat we inderdaad met een brede duurzaamheidsblik daarnaar moeten kijken. Ja. Maar het concept in het gewoon, ja, zoals je het vertelt, de narrative, die is natuurlijk prachtig. Dus zeker een potentieel idee. Ja. Ja. Zijn er organisaties die actief met het thema water bezig zijn en daarmee ook de vertaling naar het stationsgebied kunnen maken? Dus steek je hand even op of anders... Wel met klimaatadaptatie. Ik kan praten. Eerst Katja en daarna René. Nou ja, wel natuurlijk met het thema klimaatadaptatie. Ja. En daar is water natuurlijk wel en waterberging natuurlijk een belangrijke in. Maar ja, nog niet. Ik bedoel, we hebben een tijdje geleden wel geconstateerd dat bij de aanleg van het nieuwe Utrecht CS daar nog onvoldoende rekening mee is gehouden. Dat ontwerp dan weer van 10, 12 jaar geleden stamt, zeg maar. En waar merken we dat in? Nou, dat als het inderdaad heel erg hard regent, er te weinig ruimte is voor het water om weg te kunnen. Dus er zijn geen goede afwateringsvoorzieningen of zo in het gebied. En dat er ook erg veel verharde oppervlakte, zeg maar, is. Ja. En ook al die grote... Ja. En ook daar, ik weet, er steden die, er is een stad die gebouwd is in India, in zo'n moessongebied. En daar hebben ze echt heel erg geprobeerd om de ecosysteemdiensten die daar al plaatsvinden intact te houden, terwijl wij mensen daar gaan bouwen. Dus ze hebben gemeten hoeveel water evaporeert er dan, hoeveel water verdwijnt er in de bodem. En dat hebben ze als uitgangspunt genomen voor wat ze daar wilden bouwen. Maar ze zijn ook gaan kijken, want in een moessongebied valt er wel eens 9 meter regen in 3 maanden tijd. Echt belachelijk veel. Dus hoe gaan al die lokale planten en dieren daar dan mee om? En het blijkt dat daar bepaalde mieren ook weer die spiraalvorm gebruiken om het water af te laten vloeien rond hun nesten. Want dan vertraag je het ook weer in plaats van dat het in een rechte lijn gaat. Dus ook qua design is er misschien nog best wel, ja, ik weet niet, als er nu al gebouwen gepland zijn 12 jaar geleden, wordt dat ingewikkeld misschien om nu nog toe te passen. Maar er zijn wel van die basisprincipes van wat je zou kunnen doen om meer water te laten verdampen of te vertragen of ergens anders vast te houden, die mogelijk nog interessant zijn. We hadden het laatst over de herontwikkeling van Westplein. En dat is een stukje braakliggend gebied wat op de Leidsveertunnel uitkwam. En of je dat niet kon verbinden, bijvoorbeeld met het dak van het NH-hotel. En dan is het misschien toch heel leuk als een hele grote waterglijbaan van het NH-hotel naar de Westplein zouden kunnen krijgen. Midden in de stad. Toch? Wie wil dat nou niet? Ja. Ja. René, jij had ook nog Movaris Ingenieursbureau. Ik kan me voorstellen dat water in jullie... Bijna in ons DNA en ecologie zit ook in ons DNA natuurlijk. Dus ik zou zeggen, vraag Bart Verleeuwen eens als voorzitter van het GBSU. Ja, ja. Wat wij daar kunnen betekenen. Wij hebben watervistrappen en van alles al ontwikkeld. Dus ik kan me niet voorstellen dat er bij ons niet een of ander jong talent zit die zegt van nou weet je,
dit is hartstikke leuk en daar ga ik me op storten. Ja. Angela, ik zie net voor jou concrete toepassing doorspoelen van de toiletten met water. Gebeurt dat nu letterlijk al? Nee, ik haakte even in op Utrecht CS. Dat toen het ontwerp werd gemaakt, 10 à 20 jaar geleden, nog geen rekening werd gehouden met klimaatadaptatie en stedelijke verhitting. Dus dat het mooi zou zijn geweest als ze toen al een soort waterbuffer hadden bedacht, in plaats van bijvoorbeeld die gekke, dat bolle dak. Ik ben er zelf niet zo dol op. Dat ze daar bijvoorbeeld toiletten mee hadden kunnen doorspoelen op het station. Of voor raambewassing of dat soort dingen. Ja. Dus dat zijn dingen waar nu veel meer over nagedacht wordt in nieuwe ontwerpen, maar toen nog niet. Ja. En groene daken bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen. Dat wordt nu ook steeds meer gedaan. Dat was toen ook nog niet. Dachten ze, ja, dat geeft schaduw. En nu weten ze dat zonnepanelen meer renderen als het ook koeler is door groen dak. Ja. Dus we leren steeds meer. Maar dat is volgens mij nog niet toegepast. We hebben een heel klein waterbuffer volgens mij in de zon. Ja. Wat volstrekt niet toereikt. Ja. Wat dat betreft in jullie werkgroep zijn ook nog bezig met de groene daken. Dus dat is misschien ook nog een mooi bruggetje. Teersa, is jouw project, hè, ook. Dus heb jij er nog wat uitgehaald wat je denkt van, nou, dat kan misschien gelijk hier ook gebruik maken van het pitchen van jouw groene daken expo? Dat doe ik sowieso graag natuurlijk. Ja, ik nog niet zo 1, 2, 3 wat ik hier uit heb gehaald. Maar dat duurt misschien weer een dag voordat dat inzinkt. Maar inderdaad, met het dakenproject proberen we de daken zoveel mogelijk te vergroenen. Ook om biodiversiteit te stimuleren. Dus Winnie zegt het al, bijen zeker. Dat RVO heeft ook een best wel biodivers dak waar ook inderdaad bijen op staan. Wat Angela net zegt, als je zonnepanelen op een groen dak zet, dan versterkt dat elkaar. En 9, 10 en 11 juli, dus zet hem allemaal vast in de agenda. Dan is het duurzame weekfestival, maar dan dit jaar in het weekend. En op vrijdag is het voor professionals, dus 9 juli. En dan gaan we alle soorten daken exposeren. Dus alle soorten sedumdaken, biodiverse daken, grasdaken, vogeldaken. Maar ook alle soorten zonnepanelen daken, schuine, dus de dunne zonnepanelen die je tegenwoordig hebt. De combinatie van zon op groen. En ook waterberging daken. Dus Metropolder Company is een bedrijf die daarin gespecialiseerd is. Die juist ook het water op het dak vasthoudt. En dan met een klepje pas weer toelaat op de grond, zodra de grond daar dan klaar voor is. Ja. Dus ik weet niet of dat ook komt uit de natuur, dat je het zeg maar echt gewoon vasthoudt en pas weer vrijlaat als het weer kan. Nou, dat is eigenlijk hoe die bevers ook werken, weet je. Het is eigenlijk een soort trechter. Het komt, zo'n beverdam houdt het water tegen, waardoor het dan langzaam, eigenlijk alsof het in een trechter naar de volgende bassin gaat. En dan zakt het weer verder. En dus dat was ook het idee achter dat gebouw van die kustwacht, weet je. Dat eigenlijk ook zo langzaam vasthoudt, dan een stukje naar beneden, dan weer steeds verder. En onderweg ook nog eens een keer gezuiverd wordt. Wat ik vooral bij hun zo interessant vind, is als het dan beneden komt, dat water ook weer hergebruikt kan worden om hetzelfde dak weer te bevloeien. Ja. Dat je een soort waterkringlopen zelf introduceert. Ja. Ja. Zeker. En zo'n blauw dak, die kan inderdaad ook het groene dak wat je hebt liggen. Dus de beste combinatie is eigenlijk dat je een blauw dak hebt, erop een groen dak, dat het blauwe dak het groene dak voedt met water. En daarboven dan nog weer zon. Dus dan heb je drie kleuren daken. Dat is het allermooist. Ja, tof. Oké. Ik realiseer me ineens dat we hebben ook volgens mij nog een ander ingenieursbureau aan deze sessie zitten. Volgens mij, Leonie, van jullie kant uit, hoe zit het met water? En stationsgebied, hebben jullie daar ervaringen in projecten? Ik weet dat niet zo uit mijn hoofd. Maar water is natuurlijk, wordt overal heel erg belangrijk gevonden. Dus die oplossingen die zijn er zeker wel. Ik moest zelf wel heel erg nadenken over een project dat we gedaan in Bergen in Noorwegen. Dat ten aanzien van water ook weer terug laten komen. Daar ook de forel eigenlijk terug moest komen. Die moest eigenlijk weer van zee terug de bergen in. En eigenlijk is het als voorbeeld
Je moet inderdaad ook ergens starten, want wij werkten op een stukje in de stad waar helemaal nog geen verbinding was met de zee. Maar de overheid vond het ook zo belangrijk dat ze zeiden, ja, daar moet het al mogelijk zijn dat die forel naar boven kan zwemmen. Ja. En dan komt de rest wel, dan komt de rest later. En ik zat zelf nog te aanzien van die tunnels te denken. Dacht ik, we zitten heel erg op de zintuigen van zien. Maar zou je ook dingen kunnen verbeteren ten aanzien van voelen of geluid? Die je zou kunnen verbeteren. Want ik neem aan dat het ook gaat over dat de beleving van de tunnel prettiger is of comfortabeler. Ja. Daar ook misschien nog wel uit de natuur dingen kan leren. Moet het juist warmer zijn of misschien iets koeler? Ja, nou, en dat is typisch, weet je, als je met Biomimicry aan de slag gaat. Want er zit een aanpak en een methode achter. En Leonie die gaat die binnenkort leren. We hebben 25 juni geef ik weer een workshop. Dus als anderen geïnteresseerd zijn, dan van harte welkom om aan te sluiten. Want er is nog plek. Dus ik kan jullie daar, ik kan via Carolien misschien wat meer info daarover verspreiden. Maar dan ga je heel erg, we gaan dan heel erg uit van wat wil je dat je oplossing gaat doen. Dus we zoeken naar een werkwoord. Niet per se van nou het moet. Dus het kan zijn dat het licht moet brengen of temperatuur managen of veiligheid vergroten. In plaats van dat je al een oplossing bedenkt en dan gaat kijken hoe werkt dat dan in de natuur. Precies. En dan zal je zien als je op die manier gaat werken dat je dan echt een enorme hoeveelheid nieuwe denkrichtingen gaat krijgen. Dus dat is wel tof. En Carolien weet daar inmiddels ook van alles van, hoe dat werkt. Ja, het is in ieder geval leuk om te zien. Ik hoor toch vandaag ook weer nieuwe dingen die ik nog niet eerder van je gehoord heb. Dus dank je wel daarvoor. Is er iemand nog met een brandende vraag of een suggestie of een opmerking die graag wil delen? Voor de liefhebbers blijven we nog even hangen. Dus als je inderdaad geïnteresseerd bent om hier meer van te weten. Of je wil specifiek over de vleermuizen. Of een van de andere projecten. Dan laat het even weten. Zijn er nog vragen? Het is een zeer uitgebreide chat geweest. Die zullen we ook even downloaden. Dan kun je dat nog even nalezen. Saskia, enorm bedankt voor jouw bijdrage. Ook René en Teersa en Katja voor jullie leuke introductie.